Archeologie staat niet stil. De eerste archeologen waren avonturiers op zoek naar gouden mummies. Vandaag brengen we alles nauwgezet in kaart. Er wordt gegraven met vragen in het achterhoofd als waar, wanneer en waarom is landbouw ontstaan en hoe hebben de eerste staten zich ontwikkeld. Archeologie is een wetenschappelijke discipline geworden. Er is soms discussie, oneenigheid over de juiste methode. Zo zijn er processuele, postprocessuele, cognitieve of experimentele archeologen. Deze laatste gaan helemaal op in hun vak. Door te leven als hulpbewoners of Romeinen hopen ze de overblijfselen die ze vinden beter te begrijpen.